Voorafgaand aan PSV NAC Breda, de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2013-2014, was het een drukte van belang in de Frits Philips Lounge. Kinderen van de Foxy Club met Foxy en hun ouders vierden een feestje, konden de voorspelling doen bij de wedstrijd, maar het ging uiteindelijk om dit ding. Of misschien nog wel beter gezegd, de inhoud daarvan. Frietjes van de Philips Airfryer. De airfryer, het is gewoon veel gezonder. Je gebruikt geen vet meer. Dus alleen het vet wat op de fabriek wordt ingebakken, dat is voldoende voor de airfryer. Ja, dat is gewoon 80% minder vet als een normale frietpan. En daarom ook acteren spelers en begeleiders van PSV in de nieuwste Philips commercial. Op advies van de trainer, smakelijk eten. Doe er wat snacks bij, jongen. De inhoud van die airfryer is niet alleen gezond, het heeft nog meer voordelen. Het is ook niet meer die frietlucht die je na 2 dagen nog in je gordijnen hangt. Het is alleen als de machine aanstaat ruik je eten. Zo gauw de machine uit is, is dat gewoon weg. Waarom moeten mensen hierop overstappen eigenlijk? Nou, het is veel gezonder natuurlijk, dat is nummer 1. Dat is echt, maar ook frietjes, het is veel veelzijdiger. Het is niet alleen een frietpan, je kan er nog veel meer mee. Zoals? Nou, tosti's maken, brood roosteren, eieren in koken. Hele ontbijtjes maak je erin. Groentes zou je erin kunnen koken. Taarten bakken, noem maar op. Maar die zaterdagavond in het Philipsstadion waren de frietjes een groot succes. Net als het hele airfryerfeestje. En oh ja, PSV won met 2-0.